was ik op vakantie? Nee, dat kan niet. Hij maar een klein inkomsten, dan kun je op vakantie. En toen was een man in de nacht in een zwembad gesprongen en toen was hij overleden. Mijn vader is een keertje aangevallen door een hond. Dat we in Engeland op vakantie waren en dat we toen een heel apart zeemonster hebben gevonden op het strand. De bouwvak staat voor de deur en dat betekent op vakantie. En om in de stemming te komen, willen wij vast weten, wat is jouw meest bijzondere vakantieverhaal? Oh god, ik kan nu echt nergens op komen. Gaan jullie nog op vakantie dit jaar? Nee, ik ga verhuizen in mijn vakantie. Naar Saint-Tropez en Frankrijk. Turkije, Frankrijk, Marokko. Er is daar een best dure club. Er was daar een hele rijke man. Die kwam naar buiten met een enorme kreeft. En die liet hij los daar in het water. Oh, zij is ooit een keertje met school naar China geweest. En toen is er daar een meisje geweest en die heeft dus, die had een crush op haar en toen heeft zij dus op die vakantie een nummer over haar geschreven. En dat dus voor allemaal andere mensen geperformd. Gekke dingen. Die had hij gewoon besteld in het restaurant en blijkbaar wilde hij hem niet opeten, maar vrij laten. Gaat het op vakantie, was op vakantie geweest? Nee, dat kan niet. Hij maar een klein inkomsten, dan kun je op vakantie. Eigenlijk zijn jullie gewoon super saai. Ja, eigenlijk wel. Ik was een keer op vakantie. En toen was een man in de nacht in een zwembad gesprongen en toen was hij overleden. Toen ik daar sliep, in dat hotel. O jeetje. Ja, dat is wel echt heftig. Dat we in Engeland op vakantie waren en dat we toen een heel apart zeemonster hebben gevonden op het strand. Mijn vader is een keertje aangevallen door een hond. Een hele kleine. En toen... Ja, dat was heftig. En toen was hij erg boos geworden. Maar dat is een beetje, zo'n beetje alles wat ik me kan herinneren. Een zeemonster? Dat was een stuk hout. En dan zaten allemaal tentakels zaten daar aan. En dat leek echt een soort zeemonster. Het was een of andere halve octopus. Zoiets, zoiets. Heel apart. Nou, ik denk dat we haast werden aangevallen door een man in Venetië. Ik zat een tijd op zweefvliegen en toen gewoon hele weekenden in mijn eentje in een vliegtuig. En toen was er een best wel extreem weersvoorval met onweer. Toen zat ik nog in het vliegtuig. Het was allemaal heel eng en spannend, maar het is goed gekomen. En toen hadden wij onze auto geparkeerd in zo'n parkeergarage. En er was dus een man die daar werkte bij de toiletten. En toen wou hij ons dus tegelijk door dat poortje laten gaan. Nou, die man is helemaal boos. Hij vloog zo mijn vader gewoon in de armen. Niet echt vakantie, maar ik ga wel in Amerika werken. Dus dat is ook anders. Dat is een ervaring in ieder geval. Ja. Ga je daar waarschijnlijk rare dingen meemaken? Vast wel. Gewoon rare... Amerikanen zijn raar, dus dat zou heel goed kunnen. Wens ik jou in ieder geval heel veel plezier in Amerika. Jij op je verhuissessie. Fijne dag. En succes met het.